En weer, voor de zoveelste keer, weet David Bowie te verrassen. Met een nieuwe plaat en met zijn overlijden. Ik heb het echt net gehoord. Ik vind het best wel schokkend. En hij heeft echt gewacht, hè? Hij heeft echt gewacht met doodgaan van nou mag ik. Vandaag het best verkochte album bij jou? Ja, absoluut. Ja, dat zou het al worden, maar nu helemaal. Bowie verliest het gevecht tegen kanker na een strijd van 18 maanden. Regisseur Ivo van Hoven is de laatste die met Bowie werkt. Hun theatervoorstelling Lazarus ging vorige maand in première in New York. En Bowie heeft zijn geheim gedeeld met Van Hoven, eind 2014 al. Toen heeft hij het mij verteld, in vertrouwen. En hij zei van ja, we gaan nu heel intensief samenwerken. En als ik er een keer niet kan zijn, dan weet je waarom dat het is. En hij heeft mij gevraagd om het in vertrouwen te houden. En dat heb ik ook gedaan, zelfs met de mensen die mij heel dierbaar en heel naast waren. Look up here, I'm in heaven. Lazarus is de titel van de theatervoorstelling, maar ook die van zijn laatste single. Als je achteraf die clip ziet van Lazarus, die wij allemaal weird vonden en kunstzinnig. En de plaat, als je hem hoort, nog steeds weird en kunstzinnig. Maar als je hem nu hoort en je ziet de clip erbij, dan valt je mond open van verbazing, maar ook van ellende. En het is heel confronterend. Je ziet hoe ziek deze man is. Heeft u hem zien vechten? Ja, en dat was heel pijnlijk soms. Want hij probeerde het. Ik heb hem gezien in een strijd om het leven. Niet een doodstrijd, een strijd om het leven. Hij wilde absoluut blijven leven. Soms keek hij dan even naar mij en dan zag ik in zijn ogen werkelijk een hele door en door trieste man. Die voorlopig niet in de uitverkoop hoeft, want zijn platen vliegen de toonbank over. Van mijn broer geleerd, als klein meisje, altijd meegenomen overal naartoe. Eigenlijk ben ik hem gaan halen omdat ik vanmorgen hoorde dat hij was overleden. Ik was net wakker en ik kreeg een berichtje. Ik was best wel in de war eigenlijk. En ik dacht, nou moet ik hem wel gewoon gaan halen. Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over David Bowie. Onder andere hoe Under Pressure is ontstaan, samen met Queen. Dat vind je bij ons online.